In vakantievlog deel 1 kon je zien dat ik met mijn vriend op vakantie ging. En het is geëindigd bij het stukje dat we naar de luxe wellness suite gaan. Dus daar begint dan ook deel 2 van de nieuwe vakantievlog. En veel plezier met kijken. Naar Utrecht gaan we daar even in de stad een drankje doen. Ik heb trouwens de vraag. Wat doe je? Ik moet even een bakje pakken. Oh ja. Een tip eigenlijk nodig van jullie. Ik heb dus een bril en die draag ik nu eigenlijk elke dag. Maar hij wordt zo gauw smerig. Dus mijn vraag is eigenlijk, hebben jullie tips als je een bril hebt, hoe je hem goed schoon krijgt? Want ik heb al van die brillendoekjes. Nou ja, niet die vochtige brillendoekjes, want die blijken niet goed te zijn. Maar gewoon die je bij je kokertje bij krijgt, zeg maar. En van dat spul, van zo'n spuitflesje. Maar ja, yeah, het blijft een beetje vies. Nou had ik gelezen dat je ook afwasmiddel en lauw water kan doen. Maar ik weet niet of dat goed is. Dus tips zijn welkom en wij gaan rijden. Ja? We zijn er! En dit is echt niet normaal. Wij liepen. Oh ja, zou ik beginnen daar? Ik doe even een roomtoertje. We zitten dus in die wellness suite in Houten. Echt super mooi. Het dan hier. Nou, de wc, prima. Wat heb je hier? Oh, wat is dit? Oh, de douche. Heb je hier een lamp of zo? Geen idee. Je kan zelf zitten. Maar echt een dikke regendouche. Dan heb je dus hier een sauna. Echt niet normaal. En dan hier gewoon een jacuzzi. Dat is echt heel chill. Echt super groot. Hier kun je echt wel met 4 personen in zitten. Dan heb je hier zo. Wacht, ik zal even deze dicht doen. Dan heb je hier dus je wastafel met echt een mega grote spiegel. Nou, dan heb je hier het bed. Dat is echt niet normaal. Oh ja, we mogen ook gewoon gratis gebruik maken van bar en zo. Nou, we hadden al wat boodschapjes gehad, maar we mogen daar gewoon gebruik van maken. Dit is het bed. Hij is echt mega groot en echt heel chill met het vachtje. Echt heel cozy. Hertjes. Nou, we zitten op de 4e verdieping. Volgens mij niet zo heel bijzonder uitzicht. En dan heb je hier dus het pronkstuk. Komt nog. Hier heb je dus de minibar. Daar mogen we gewoon gratis gebruik van maken. Dus dat is wel echt heel chill. Extra wijn is altijd goed. Nou, tv. Nou, kasten. En dan heb je hier dus, nou dit is echt niet normaal. Van die chill lichtbedjes. Dus kun je hier nog lekker chillen. Dit ook, dit is ook zo mooi en gezellig. En dan heb je hier gewoon een haard. Hij staat ook al aan. Toen we hier kwamen stond het al aan. En dan heb je hier ook nog een tv. Dus we gaan hier vanavond lekker chillen. Wijntjes doen, biertjes doen. Het is echt insane. Sand, zou ik het bier zo koud zetten? Ja, ja, we hebben dus nog despootjes. We hebben ook nog een koeltas. Wat trouwens ook echt mega chill was, is dat je vanaf 3 uur kon inchecken. Maar we waren er al om 1 uur, maar echt veel te vroeg. En het was gewoon al klaar. Dus we kunnen er al 2 uur eerder in. En we hebben ook besloten dat we hier gewoon de hele dag gaan zijn. Omdat we er ook wel echt voor hebben betaald. Dus ja, helemaal zin in. Oké, Sander wilde koetjesreep. Ik heb een fles wijn en nog een fles wijn. Lekker. Kijk, we hebben nog wat vitaminewater, nog meer despo's. Nog een despo. Ik heb nog een pina colada Malibu. Helemaal zin in. 2 limoenen voor de despo.
En voor mij een Tony Chocolony caramel zeezout. Heel lekker. Oké, wij gaan hier een beetje onze acclimatiseren. Een beetje vestigen hier. Helemaal zin in. Vanavond hebben we 3 gangen diner hier. Dus daar heb ik ook zin in. Dus, yay. Ben je blij? Tuurlijk. We zien dus nu dat je gewoon dat... Ik dacht dat het lampen waren, maar dat zijn douchekoppen, zeg maar. Dus je kan hier gewoon met z'n tweeën zo staan en douchen. En dan heb je daar ook gewoon nog douches, hier en daar. Maar dat zijn gewoon... Ja, van die douchekoppen. Chill. Ik heb dus het jurkje aan van Must Have by Nina. Hij is zo mooi. Hij is alleen een beetje kort, maar ik denk dat het wel goed gaat. Maar dit is het jurkje. En ik ga er nu van die witte cowboy laarzen onder doen. Want ik heb eigenlijk niks anders mee. En ik ga hier echt geen sneakers onder doen. Maar ik vind hem echt heel mooi. Dus dit is denk ik de outfit voor vanavond uit eten. Ik ga toch alleen maar zitten. Even kijken of die niet te kort is. Ik wil alleen nog voor die fijne zonder FC. Ja, klopt. Volgens mij kan het wel net. Maar ik zit toch de hele avond met eten. Dus nou, hij is wel heel mooi. Ja. Nou, we hebben ons klaargemaakt. We gaan nu lekker eten. 3 gangen diner. Helemaal zin in. En ik ben echt blij met die jurk. Ik vind hem echt zo mooi. Ik doe dus de witte laars onder. Die. Tja, let's go. Oh, en die kaartjes nemen mee, want we mogen een gratis drankje uitzoeken bij de bar. Dus dat gaan we nu even doen. Het is tijd om in bad te gaan. Kijken wat jullie kan neerzetten. Oh mijn god, dit is heel link. Op een kraan. Ja, we hebben hier echt heel chill geslapen. We hebben vanochtend nog even in dat bad gezeten alweer. Het is echt een topbadje. Ik ben me even aan het opmaken snel. Even mijn haar nog stylen, want we hebben ik heb gisteren mijn haar gewassen. Was niet nodig, want ik had het net nog laatst, letterlijk gisteren of eergisteren, wanneer was dat? Eergisteren gedaan. Maar je hebt hier een regendouche en dan komt het echt van boven. Dus ja, moest wel. Dus dat... En dan gaan we nu zo, het gaat dus omweren. Maar er stond wel dat het droog blijft. Ja. Ja, dus alleen omweer is prima. Dus we gaan nu zo naar Utrecht rijden. Dat was 10 minuutjes rijden. Wat zei je? Ja, dat stond er. Even kijken, dat stond er. Alleen omweer. Maar dan gaan we dus zo naar Utrecht. En dan gaan we daar eigenlijk gewoon even het centrum in. Even kijken. Misschien een beetje winkeltje in, terrasje op. We zien het wel. En dan gaan we alweer naar het laatste hotel toe. En dat is de Anthony Hotel in Utrecht. Die blijkt echt heel erg mooi te zijn. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dus ja, dat. Ik ga even mijn make-up afmaken. Toch geen zin om vandaag maar zo te stylen. Dus dat doe ik lekker in de staart. Ik ga nu even alle troepjes weer in mijn toilettasje doen. Of nou ja, make-up tasje. En even kijken, oh, Sanja Gel. Die terug. Ja, ik vind het helemaal mooi. Het is lekker aan het golven, maar ja. Nou, we zijn bij het volgende hotel, maar ik voel echt mijn bakken uit de lucht. Het is echt heel erg. Oh, het is echt heel hard aan het proberen nu ook. Echt boven ons. Echt niet normaal. Dus we gaan nu even schuilen. En dan gaan we naar binnen. Want anders worden we echt zeikers nat. Nou, we zijn binnengekomen. Echt super leuke kamer. Hier heb je van die leuke lijsten met goud. Alles is eigenlijk goud en roze. Hier zo'n kapstokje. We hebben hier dus blijkbaar een keukentje van marmer. Echt heel leuk.
koelkastje. Nou, top. Hier heb je de badkamer. Dit is trouwens dus de Anthony Hotel. Dan heb je hier een douche. En een spiegeltje. In mijn koffer. Wc. Gewoon een inloopdouche, dus dat is wel chill. En dan heb je hier het bed. Met een tv. Leuk. Wat een ellende. Oh, ik weet niet eens, heb ik het al verteld eigenlijk dat mijn auto kapot was? Ja, toch? Dat ik een leenauto had? Ik weet het allemaal niet meer. Gisteren heeft mijn vader gezegd dat het 1500 euro was om te repareren. Nou, dat doen we dus niet. Want die auto is geen 1500 euro waard. Dus nu gaan we hem bij de garage waarschijnlijk zeg maar geven. Zo van ja, inruilen, maar dan krijgen we er geld voor terug. Maar niet heel veel, want ja, hij is gewoon helemaal kapot. Heb ik dat verteld? Ik weet het niet. Anders bij deze. De auto was dus, ik had pech met de auto en hij is dus helemaal kapot. En ja, reparatie kost 1500 euro, maar dat is hem gewoon niet waard. Omdat het best wel een oude auto is. Dus nu zitten we een beetje met hoe gaan we dit doen. Want nu krijg ik dan wel een deel van, of nou ja, een klein beetje geld terug zeg maar. Voor als we die auto inleveren. Maar dan moet ik dus een andere auto gaan kopen. Dat hoeft niet trouwens, maar ja, dat wil ik wel. Want mijn vader woont natuurlijk ook ver weg. Ik woon in Nijverdam, mijn vader in Apeldoorn. Dus dat is drie kwartier rijden. Dus ja, moet nog even kijken hoe we dat allemaal gaan doen. Maar ik zit dus nu een beetje te kijken naar een nieuwe auto. En ik heb echt wel hele leuke gezien. Echt, ik was wel helemaal verliefd. Er zat er geen airco in. Maar dat is dan wel echt wel een beetje balen. Dus ja, struggles. Hallo. Hoi. Ik heb een hele leuke auto gevonden. Ja, je moet even kijken. We zijn even aan het schuilen voor de regen. Oh, is aan het regenen? Oké, wij zijn even lekker drankjes aan het doen op het gras. Maar, huh? Oh ja, dan moet hier. Die lampen moeten via hier aan. Oh, niet? Ik weet niet vaag. Maar ik had dus echt een pareltje gevonden. We zitten echt de hele tijd te kijken. We vinden dat zelf ook heel leuk om te kijken, zeg maar. Dus het is niet erg. Dus ik had een pareltje gevonden en toen ging ik bellen. En ik had al mijn moeder gebeld van, oh, ik heb waarschijnlijk mijn eerste auto gekocht, bla bla. Is die verkocht? Maar het was nog niet aangegeven op de site. Dus een beetje balen, we zijn nu nog verder aan het kijken. En we hebben nu weer best wel een goede gevonden. Dus we gaan het allemaal zien. De zoektocht is in ieder geval gaande. Dus ja, binnenkort ga ik waarschijnlijk een autootje kopen. En daar heb ik echt heel veel zin in. Maar ik weet niet, ik zit nu helemaal in mijn hoofd met wat ik wil. En dan wil ik dat ook gewoon regelen. En dat ik er zo snel mogelijk een heb. En dan moet dat weer gelijk. Dus ik ga nu even rustig aan. Het hoeft niet allemaal gelijk. Ook al weet ik wel wat ik wil. Maar goed, we gaan zo eten. Het is nu 4:15. Ik moet even naar de wc, dus ik dacht ik loop even naar het hotel toe. Of naar de kamer. En dan gaan we zo lekker eten. Ik weet nog niet wat ik ga eten, maar dat gaan we zien. Ik neem jullie gezellig mee. Alleen al die wc's hier. Allemaal goud en roze. Leuk. Nou, meid gaat even naar de wc. Ik heb een lekkere burrata. Sander heeft een lekkere. Hij schelpt niet sterp. Hij stelt niet scherp. Flor is dik. Cappuccino. Helemaal niet. Cappuccino. Ik zei cappuccino. Ja, dat bedoel ik. Carpaccio. Nou, het ziet wel goed uit. En broodjes. En roze. Leuk. Is lekker. Ruikt het? Zo, ik ben thuis van mijn vakantie met Sander in Nederland. Het was best wel leuk, maar... Of trouwens, het was heel leuk. Dit klinkt heel lullig. Maar het was echt super leuk. Maar... Ja, het is toch anders dan 2 weken in Gran Canaria, aan zee, elke dag zwembad, warmte, geen regen als het goed is. Dus ja, het is gewoon een beetje jammer allemaal, maar we hebben het echt super leuk gehad. Alleen ik zou dan denk ik voortaan, als we in Nederland blijven, gewoon iets langer op een plek. Want nu gingen we natuurlijk elke keer weer naar een ander hotel en dan ja, voelt het toch anders of zo. Maar we hebben het echt heel erg leuk gehad en ja, dat is heel fijn. Ik ben nu dus thuis en ik heb echt geen zin om mijn koffer uit te pakken. Dus dat ga ik lekker morgen doen. Morgen is zondag. Ik ga nu even... Ik heb echt hoofdpijn. Ik heb de hele tijd een strakke staart in gehad. Dus ja, ik ga even zo wat eten. Een aspirintje innemen. Het is nu 4:30.
Ik denk dat ik even patat ingooi. Nog één dag ongezond. En daarnaast weer een beetje letten op wat ik eet. Niet voor het afval of zo. Maar gewoon omdat ik het fijn vind om wel gezond te eten. Maar ik ga vanavond naar Marit. Dus daar heb ik zin in. En we gaan waarschijnlijk de jacuzzi in. Maar het wil dus nu gaan regenen. Even kijken. Marit die heeft dus een jacuzzi thuis. Dus dat is heel leuk. Ik moet nog even een bikini ook pakken. Maar er staat dus dat het gaat regenen. Onweren zelfs. Dus ik ben er een beetje bang voor dat het niet doorgaat. Maar we gaan het zien. Dus ik ga even een bikini pakken. Even een leuke bikini. Eindelijk een gelegenheid om een bikini aan te gaan doen. Deze vakantie. Ik weet niet welke. Misschien wel deze. Die vind ik wel heel leuk. Kimono mee. Zo, en ik ga ook nog even wat andere kleding aandoen. Oh ja, die Shein shoplog. Ik heb een Shein shoplog gefilmd voor ik wegging nog. Maar die kleding zit hier ook allemaal opgepropt in. Want het past natuurlijk uiteraard, welkom in mijn leven, niet in mijn kast. Dus ik moet nog even kijken wat ik aan ga doen. Ik moet ook fietsen. En het is best koud en het gaat regenen. Ik heb dus deze nieuw gekocht bij Guts & Gusto. Ik vind hem zo leuk, zo'n lange jurk. Maar nog geen gelegenheid gehad om hem aan te doen. Nou ja, in ieder geval kimono, bikini. Oké, ik heb mezelf even gedoucht en omgekleed. Maar ik ben net gebeld door de eigenaar van mijn auto die ik heel graag dus wil. En ik heb hem gereserveerd. Ze woont wel een eindje verder weg. Eigenlijk dicht bij Amsterdam en ik woon in Twente. Dus dat is nog even lekker rijden. Maar vanaf mijn vader was het een uur en 5 minuten volgens mij. Dus nu gaan we volgende week, ik ben trouwens even sokken aan het halen, volgende week de auto bekijken. En oh mijn god, ik heb daar zin in. Ik heb waarschijnlijk volgende week mijn eigen eerste auto gekocht. Maar goed, ik ga dat dan wel vloggen. Dus jullie gaan het in de volgende vlog zien. Maar ik ben helemaal excited, ik ben helemaal blij. Tenminste, ik moet ook niet te blij zijn. Want wie weet verkoop je hem nu nog aan een ander die een heel groot bod of zo doet. Ik heb geen bod gedaan. Ik ga gewoon de volle pollen betalen. Want het was echt een pareltje. En het was al echt een heel goedkoop prijsje. Dus ja, dan ga ik niet het risico wagen om deze door iemand anders te laten kopen die wel gewoon de volle bond betaalt, zeg maar. Dus dan ben ik gewoon degene die de volle bond betaalt. Maar hopelijk overbiedt niemand. Ik doe even mijn schoenen aan. En dan ga ik naar Mar toe. En dan gaan we lekker in de jacuzzi. Nou, ik ben met Mar. En let niet op mijn haar. We hebben het hier even gezellig gemaakt. We gaan zo proberen de haard aan te steken. En hier stokbroodjes. Maar we wilden dus in de jacuzzi. Die hebben ze hier. Maar ja, zoals je kan zien gaat het zo heel hard regenen en onweren. Dus we hebben nu besloten om lekker daar onder de carport of onder de overkapping, zeg maar, wijntje te doen. Het begint nu te regenen. Wijntje te doen, stokbroodjes, een filmpje te kijken, haartje aan en te genieten van de onweer, maar dan luisterend. Het begint nu te regenen, dus ik ga snel eronder. Nou, het is gestopt met regenen, dus bikini hebben we aangetrokken. Dit is echt niet een mooie match. Hè? Hè? En dan gaan we de jacuzzi in, want de jacuzzi is lekker warm. Dus dat is top. Heerlijk! Lekker wijnen. Lekker wijnen. Oh, dat is echt zo chill. Als ik nu mijn camera laat vallen, hè. Het is echt lekker warm. Ja, want het is glazen beslaan ook helemaal. Zou ik in deel 1 van de vakantievlog nog een Chiquelle haul doen. Dus bij deze, want ik ben het toen vergeten. Ik had namelijk dit topje aan van Chiquelle. Zit echt heel lekker. En je hebt echt een hele mooie vierkante hals erin. Hij is echt perfect. Hij is dus ook wat cropped. En dat vind ik dus juist wel heel erg leuk met deze broek. Die heb ik ook van Chiquelle. Echt zo'n wijde, heerlijke, comfy broek. Hij loopt dus lekker wijd uit. En dan heeft hij zo'n witte streep aan de zijkant. Mooi beige. Met hier nog een soort elastiek die je kan aantrekken. Dus dit was eigenlijk het setje wat ik droeg van Chiquelle. En ik heb ook nog een leuke kortingscode. Ik krijg namelijk met de code FLOOR20 20% korting op de
collectie van alles van Chiquelle. Ik zou de linkjes van de items die ik nu laat zien in de beschrijving zetten. En de kortingscode ook, mocht je het vergeten. Maar dit topje heb ik dus van Chiquelle. Die had ik dus aan. En deze broek heb ik ook aangehad in deel 1 van de vakantievlog. Dan heb ik ook nog deze heerlijke sweater van Chiquelle. Ik heb hem ook al heel vaak aangehad. Maar deze is echt perfect. Heel erg lekker zacht is die. Niet normaal, dat stofje van binnen. En hij is gewoon lekker poofy. Ik zou hem dus niet met deze broek dragen. Maar lekker met een spijkerbroek of zo. Of zo'n mom jeans. Het is ook wel leuk op zich met deze broek. En dan misschien zo. En dan als laatste dit shirt van Chiquelle. Ik zou hem dus niet op deze broek dragen. Maar hij is lekker lang. Zo wilde ik hem even laten zien. En ik had deze dus ook met mijn Shein shoplog aan. En toen kreeg ik er heel veel vragen over. Dus dat was dit shirt van Chiquelle. Met een heel leuk opdrukje. Lange mouwen. Of nou ja, lange korte mouwen zeg maar. De korte mouwen zijn gewoon wat langer. En dat vind ik wel heel erg mooi. Lekker oversized. En dit opdrukje vind ik leuk. Maar ik vind dus dat grijs gewassen stofje heel mooi. Dus dat is ook nog dit shirtje van Chiquelle. Dus check even de kortingscode Floor20. En de linkjes in de beschrijving. En dan was dit nog even de Chiquelle haul. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En ik ga bij deze ook de vakantievlog afsluiten. Ik heb hem even snel opgemaakt. Want ik ga namelijk zo filmen voor Action. Ik ga namelijk een video filmen voor Action. Dus daarom heb ik me even snel opgemaakt. Maar voor de rest ga ik daar dus de hele dag mee bezig. En ga ik editen. Want ja, ik ben volgende week best wel heel erg druk. Maandag mag ik de auto komen bekijken. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Maandagavond. Dus ik denk dat ik dan ook wel ga vloggen. Dus dat komt dan wel een nieuwe vlog. Hoe dat allemaal gaat aflopen. Dus ja, ik ga snel filmen. Daar ben ik de hele dag mee bezig voor deze video. Dus bedankt voor het kijken naar deze vakantievlog. En naar de vorige als je die hebt gezien. Laat zeker weten wat je ervan vond. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Maak je me ook heel erg blij mee. En dan hopelijk tot de nieuwe video. Doei doei!